2500 abonnees. Of nou ja, nu alweer 2600 abonnees. Super bedankt in ieder geval voor de afgelopen weken voor het abonneren. En zoals beloofd komt er in deze video de giveaway van de groene vrijstelling. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even wat hints en theorieën bespreken van aflevering 4. In deze video, de terugkomende afvaller is wel bekend. In deze groep zit de mol. Hoe komt de min 500 euro? En hoe kan je de groene vrijstelling winnen? Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur de hints en theorieën van Wie is de Mol met jullie door. En in deze video aflevering 4 met de titel Revanche. Allereerst zegt Noah dat de titel kan slaan op de mol die eindelijk geld uit de pot kan gaan spelen. Oftewel, kan dit leiden naar het groepje van degene die een gat in de hand hebben? Maar het kan ook slaan op Fons, Rosario of Tooske die alle drie bellen om een joker te verdienen. Hebben ze een revanche als mol door hier geld uit de pot te spelen en in plaats daarvan te gaan voor jokers? Goed, ik wil wel even wat duidelijk maken na deze aflevering. Je kan je punten inderdaad in de app inzetten op alle 10 de kandidaten. Nou ga ik er wel vanuit dat deze drie 100% niet de mol zijn. Dus de drie afvallers die zijn 100% niet de mol. Hopelijk zetten jullie je punten niet in op Babs, Jip of Justin. Tenzij je natuurlijk wat risico wil nemen met je punten. En om hieraan aan te sluiten is de daadwerkelijke terugkomende kandidaat al bekendgemaakt. Twan uit mijn groepsapp en Wie is de Mol? / schema's op Instagram stuurde namelijk de volgende foto's in. Twan heeft alle verschillende hoeveelheden sleutels verdeeld in groepjes. Babs kreeg 6 sleutels en dat waren de rode omcirkelde. Justin de groene omcirkelde en Jip de grijze omcirkelde. En Jeroen die pakte uiteindelijk een sleutel uit het groepje van de rode omcirkelde sleutels. Om dit nog te versterken is dit door meerdere sleutelexperts bekeken door vooral te kijken naar de verschillende ribbeltjes van de sleutels. Dit zou dus betekenen dat Babs terug in het spel gaat komen. Zou ik persoonlijk trouwens ook gewoon beter vinden dan Jip of Justin, aangezien Babs natuurlijk het minste weet van alle drie de afvallers. Nou weet ik wel dat ze contact met elkaar hebben gehad, maar ook al met contact loopt ze toch nog iets achter dan de andere twee kandidaten. Die terug gaat komen. Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere moloten? Join dan zeker de WhatsApp groepsapp en de link daarvan staat beneden in de beschrijving. Dan opdracht 1. Kijken, wel kopen. Rian zegt als eerste in de biecht dat ze een big spender is. Ze wil dus overduidelijk geld uitgeven in de opdracht. En wat wil de mol? Die wil geld uitgeven. Is Rian de mol? Rosario kiest verder voor zichzelf en wil een troef. Kan een molactie zijn, al zou een kandidaat alles doen voor een troef natuurlijk. Echter hangt hij uiteindelijk de telefoon op omdat het te lang duurt. Wat wel vaag is, want hierdoor hebben de kandidaten eigenlijk helemaal niks aan het hele gesprek gehad. Vage actie van Rosario, want hij beslist het daarnaast ook nog helemaal alleen. Verder hoort Tooske iets anders bij optie 2 dan Rosario heeft gehoord aan de telefoon. Als mol weet je natuurlijk al wat de opties zijn. Dus als mol laat je natuurlijk vooral lekker Rosario lang doorbellen. En doe je je natuurlijk dom voor door te zeggen dat je iets anders hebt gehoord aan de telefoon. Dan even een anti-mol actie. Jeroen die is op de markt namelijk aan het onderhandelen met een verkoper. En Jeroen zorgt ervoor dat hij voor in plaats van 500 pesos, 400 pesos hoeft te betalen voor de producten. Kees vindt het verder prima om heel veel geld te verdienen, maar laat Fons aan de andere kant ook heel erg lang bellen. Waardoor de tijd natuurlijk veel sneller verstrijkt. Verder zegt Fons dat Kees ook erg aandringt om sneller op te hangen. Dus na deze situatie vind ik Kees wel erg kandidaats. Uiteraard valt het ook op dat er in totaal 22 minuten gebeld is. Door Fons, Rosario en Tooske. Maar ik denk dat dit meer zo lang is omdat ze natuurlijk heel graag een joker wilden hebben. En kandidaten gaan nou eenmaal heel snel voor jokers. Dan weer naar Jeroen terug. Jeroen die koopt een masker op de markt. Is dat een hint naar de mol? Dat kan heel erg goed leiden naar aflevering 1, opdracht 1, waar de mol ook een masker op kreeg. Of smink.
maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Tot slot in deze opdracht een hele goede theorie. De mol was waarschijnlijk, en ik ben bijna 100% zeker, op de markt. Want de mol kan natuurlijk nooit aan het einde weten welke producten van de markt het meest waard zijn. Want de andere kandidaten bepalen dat uiteindelijk. En de productie kan de mol ook niet meer brieven over welke producten de kandidaten hebben gekozen en welke dan uiteindelijk duurder is dan de producten van Rick. Want de mol weet waarschijnlijk wel de producten van Rick, als de mol in het groepje van de fietstocht zit. Maar dan heeft de mol natuurlijk helemaal niks aan om dan te gaan mollen. Maar om de theorie ook nog meer te versterken, wil de productie natuurlijk sowieso in deze aflevering dat er één van de drie afvallers terug gaat komen. Zodat je én een leuke cliffhanger hebt, en je hebt een aflevering waarbij er niemand naar huis gaat. Dus denk ik dat de productie de mol ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de mol een beetje de kandidaten in de gaten houdt. Zodat de kandidaten niet de afvallers gaan spotten. Waardoor eigenlijk de hele aflevering een beetje in duigen valt. Want dan is er ook geen afvallersopdracht. Dan is er geen kistenopdracht. Dan hebben ze er uiteindelijk niet zo heel veel meer aan. En na deze opdracht zijn Anna, Rian en Jeroen voor mij persoonlijk de enigen die nog echt de mol kunnen zijn. Na de opdracht valt het vooral op dat Kees voorkennis te lijkt te hebben over een strandopdracht. Toevallig gaan daarna de afvallers een opdracht doen op het strand. Vage actie van Kees. Wat ook nog vaag is dat Kees het in het vliegtuig over slachtoffers heeft. Slachtoffers die vallen tijdens de eliminatie, Kees. We hebben natuurlijk de 2500 abonnees gehaald. En dat betekent dat ik deze groene vrijstelling aan een van jullie ga weggeven. Wat moet je doen om kans te maken? Abonneer op mijn kanaal hier beneden en laat in de reacties weten waarom jij wil winnen. En voor een extra winkans kan je mij ook nog volgen op Instagram @tim_. De winnaar wordt aanstaande vrijdag in de nieuwe video bekendgemaakt. Opdracht 3, op het spel zetten. In groep 1 zaten Anna, Fons, Kees en Rosario. En in dit groepje verdient Rosario vrij snel 150 euro door heel snel het doolhof te maken. Best wel anti-mols, alhoewel hij hiermee zichzelf natuurlijk ook veel minder verdacht kan laten lijken. Door daarna in andere opdrachten bijvoorbeeld weer niet veel te doen of juist veel fouten te maken. Kees vindt voor de rest Anna te lang bezig zijn met de kubus en lost hem zelf even snel op. Echter is dus ook te zien dat Kees het wel heel goed kan. Waarom los je dan de hele kubus niet op, Kees? Zo wordt er uiteindelijk veel meer geld verdiend. Dan in groep 2 zaten Jeroen, Rian en Tooske. Tooske verdient vrij snel geld door het mollogo op de kubus goed op te lossen. Dan nog iets vaags met driehoeken, vierkanten en cirkels. Tooske dacht dat het te makkelijk was dat er maar 5 cirkels te zien waren. En dat zou ik ook wel begrijpen als je in de vierkanten en de driehoeken natuurlijk ook al ziet dat dat niet de enige driehoeken zijn, maar dat het één groot geheel is. En verder was er ook nog verwarring met de driehoeken, want Jeroen zegt dat het er 29 zijn en Rian gaat hier heel erg in mee. Waardoor Tooske uiteindelijk ook denkt van, goh, oké, Jeroen, dat zal het wel zijn. Dan moesten de kandidaten nog een land vinden met de letter Q. Dat is vrij lastig om dit te verzinnen. Uiteindelijk kwam Jeroen ineens met het land Qatar. Is het een anti-mol-actie van Jeroen? Ja, je zou dit nooit doen als mol als je weet dat de rest uit je groepje het ook niet weet. Maar aan de andere kant is dit ook een mol-actie. Als Jeroen weet dat de rest van de opdracht toch al fout is gegaan, dan kun je net zo goed nog even een vraagje goed doen. Ja, min 500 euro voor de pot dus. Hierbij nog een theorie. Als mol wil je zitten met zo min mogelijk mensen in je groepje, zodat je natuurlijk flink kan mollen, zonder dat er te veel op je vingers wordt gekeken. En dan blijven in deze opdracht Jeroen, Rian en Tooske over. Verder dan nog, wie kiest de sleutel? Jeroen doet vrij snel zijn hand omhoog van ik wil die sleutel. Rian wilde ook, maar Rian was weer wat stiller zoals gewoonlijk. Als mol wil je natuurlijk kiezen voor Babs, lijkt mij. Die weet immers het minst over de testen. Dus ik denk dat de mol wel weet welke sleutel die moet pakken. En Jeroen en Rian vind ik hier dan verdacht in. Mits Jeroen en Rian natuurlijk te horen hebben gekregen van de productie in welke kist de afvaller zit en welke kleur de afvaller is. En welke sleutels van de afvaller is. Want dat is natuurlijk wel iets belangrijks om te weten. Weet de mol dat? En daarnaast, mits de mol dat weet, weet de mol ook. Babs heeft de meeste sleutels op tafel liggen. Dus ja, het is heel erg waarschijnlijk dat Babs dan terugkomt in het spel. En dat Jeroen dan uiteindelijk de juiste sleutel pakt.
Maar dat is meer vanuit de tunnel van Rio. Verder valt er bij de afvallerskisten ook nog iets vreemds op. Fons zegt namelijk al vrij snel als Jeroen de kist open probeert te doen. Wie is het? Wie zit erin? Erg vaag, want hoe weet Fons dat er iemand in zit? Heeft hij voorkennis als mol misschien dat er een afvaller terugkomt? Dan gaan we even kijken naar de Follow the Money. En dit schema is gemaakt door wiedemol.nl op Instagram. En daarin is te zien dat Jeroen en Rian tot dusver het minst hebben verdiend in de opdrachten. En Anna heeft het meest verdiend in de opdrachten. Tot slot hebben de kandidaten uit de eerste opdracht natuurlijk nog geen jokers gekregen. Mijn gedachte zegt dat we volgende week tijdens de aflevering gelijk beginnen met een test en eliminatie. En dat we misschien aan het einde van de aflevering een tweede test en eliminatie gaan krijgen. Zodat we weer gelijk getrokken worden met de afvallers. Ik moet wel zeggen dat dit een seizoen is vol met twists en informatie. En ook mega veel hints. Oh ja, en natuurlijk ook voor de vragen die ik soms krijg over wie mijn mol nou is. Dat is nu een twijfel tussen Rian en Anna. Dan wil ik jullie nu weer bedanken voor het kijken naar deze video. De winnaar van de giveaway wordt aanstaande vrijdag in de extra video bekendgemaakt. Abonneer voor meer en dan zeg ik voor nu nog tot laters.